Heeft u de kaart op tafel gelegd binnen? Nou, voorzichtig. Jazeker, jij hebt natuurlijk de eerste stappen gezet. Ja, en wat is dan uw voorkeur? Die wij er heel graag bij willen. Zou ook weer zijn natuurlijk het CDA. Dat is überhaupt eigenlijk onze eerste voorkeurspartner. Maar nogmaals, D66 ook logisch vanwege de succesvolle verkiezingsuitslag. Dan zeggen we, kijk in ieder geval eens even serieus naar die optie van jaar 21. We zouden toch ook de variant met de ChristenUnie niet willen stoppen als optie. En dat is toch echt een serieus waar je moet kijken. Maar heel goed mee samengewerkt. Ja, en weet je, uiteindelijk moet je wel tot een meerderheid komen. Moet maar zien, de komende dagen, wat de andere partijen ook zeggen. Een partij als JA21, als je kijkt naar hun partijprogramma, ze willen ik meen uit de euro stappen, het klimaatakkoord van Parijs opzeggen. Dan lijkt me dat op basis van inhoud alleen, lijkt me dat moeilijk voorstelbaar. U sluit dat uit? Het lijkt me heel moeilijk voorstelbaar. Daarom zijn wij begonnen met de inhoud. Op basis van de inhoud kun je kijken hoe je een krachtig kabinet met een positieve insteek en ambitie kunt organiseren. Ik heb ook altijd gezegd dat ik uitkijk naar een progressieve samenwerking. Vragen als eerste om een kabinet van VVD, CDA, PVV, Forum en Jaar 21. Even meerderheid met SGP en 50PLUS, een van die twee erbij, zelfs in de Eerste Kamer. Want niet alleen hebben een miljoen mensen op de PVV gestemd, maar ook heeft centrumrechts, of hoe je het ook wil noemen, eigenlijk ook wel een meerderheid gehaald. Dus ik zou het ook wel gepast vinden als dat zou worden onderzocht. Ik denk dat onze kiezers dat ook verdienen. En dan maar hopen dat ze op een schreden terugkeren met de stelling die ik heel ademocratisch en eigenlijk ook een beetje corrupt vind. Dat je een partij bij voorbaat uit moet sluiten. En dat zou eigenlijk niet kunnen.